Vind je dat een deel van die jeugd verdwenen is omdat je zo vroeg bent gaan werken ook als model? Ja, op zich ben ik natuurlijk wel sneller opgegroeid dan andere mensen. Maar het is niet dat ik daaraan terugdenk en dat ik denk van, oh jeetje, dat is heel erg vervelend geweest en nu moet ik echt gaan, hoe noem je dat? Dat je zeg maar gaat rebellen of zo. Nee, dat je gaat inhalen. Ja, precies. Ja. Dat is op feesten. Nee, ik ben genoeg uit geweest en ik heb allemaal leuke dingen gedaan. En... Je verdiende heel veel geld in het begin al, hè? Ja, dat was niet slecht. Nee, wat voor bedragen moet je aan denken zo in het begin, als je dan 17 bent? Nou, ik was op mijn 18e was ik miljonair al. 18, 19e. Ja, toen hadden we nog wel gulden, dus laten we zeggen op mijn 19e. Zeg maar. Maar niet uit, je was miljonair op je 18e. Ja, ja. Heb je ook wel heel hard voor gewerkt? Ja, zeker wel, absoluut. Ja. Ja, veel verjaardag af moeten zeggen, weinig op vakantie gegaan en altijd model. En toch ook wel heel erg op mijn eten letten op dat moment. Mm-hmm. Ik was op dat moment 10 kilo lichter dan ik nu ben, dus ja. Hoe licht ben je op je lichtst geweest? 47. Huh? Ja, I know. 1,80 meter. Ja. Zo, dat is ongezond. Ja. Ja, maar ik was toen 18. Ik had natuurlijk mijn mooie tijd geturnd. En op de een of andere manier, ja, ik was gewoon heel erg... Ik had bijna geen chocola. Ik was wel heel erg gezond bezig. En nu ben ik 62. Nou, dat is netjes. Ja, toch?